Steensma BV uit Leeuwarden is dinsdagavond uitgeroepen tot Friese onderneming van het jaar. Het bedrijf nam het in de halve finale op tegen EcoStyle uit Appelscha, Spruit Arkenbouw in Heerenveen en Kwekerij Hartman in Seksbieren. Uiteindelijk ging het tussen Hartman en Steensma. De nieuwe Friese onderneming van het jaar, Steensma BV uit Leeuwarden met nevenvestiging in Franeker, produceert ingrediënten voor grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie. De belangrijkste afzetmarkten zijn de bakkerij, zuivel- en ijsbereidingsbranche. Industriële verbruikers worden rechtstreeks beleverd, ambachtelijke klanten via grossier. De afnemers bevinden zich in binnen- en buitenland. Het bedrijf groeit internationaal heel snel. Het afgelopen kwartaal zelfs 30% meer dan in de eerste drie maanden van 2012. Vorig jaar groeide de omzet van Steensma met 6 miljoen euro naar 42 miljoen.